Wie kan zich nog die prachtige foto herinneren die Niek 2 jaar geleden, geloof ik, op de kennisdag liet zien van die kerkuil? Niet. Dan hebben jullie wat gemist. Sorry, van de velduil. Nee? Nou, dan heb je nog wat te vertellen. Ja. Nou, Niek Bosma, Wetterskip Friesland, neemt jullie mee in de wonderenwereld van de muizen. Ja, de muizen en de scheuren. En de scheuren is nog leuker dan muizen. Het leuke van ons werk is dat we zo nu en dan onverwachte situaties tegenkomen. 4 jaar geleden kwam de muizenplaag langs. Mocht ik uitzoeken hoe dat zat. En dit jaar, hele droge zomer natuurlijk, was er een kade waar geen scheuren van 20 centimeter of 30 centimeter, dat we gewend zijn, voorkwamen. Maar scheuren tot 90 centimeter diep en 20 centimeter breed. Dus heel anders en niet 1 of 2, ik zal het jullie straks laten zien, maar honderden. Dus dat is weer een onverwachte situatie. En leuk om dan uit te zoeken hoe komt dat, hoe groot is het gevaar, et cetera. Ik denk dat het leukste is om, we hebben een filmpje met wat droombeelden, want dat hoort er tegenwoordig bij. Maar juist voor deze situatie werkt het wel heel mooi. Hier zie je de scheur al. Krakelee lijkt het op, hè. Leg maar bladerdeeg ergens en laat het maar uitdrogen en dat scheurt helemaal van een dunne laag klei. Ik laat het videootje lopen en Kasper zet op zijn uur dan stil, vertel ik er eventjes wat bij. Mochten jullie vragen hebben, het is gewoon leuk om brand gewoon los tijdens het verhaal, zou ik zeggen. Droombeelden, hier heb je de kade. Meter breed. Ja. Zet hem maar stil, Kasper. Van mij gaan we dit filmpje van 5 minuten een beetje oprekken. Maar nee, leuk om die vragen te krijgen. Het gaat over een kleilaag. Ja, het is een kering die een jaar of 15 geleden aangelegd is. Het is een kleiachtig materiaal op veen. Hij loopt alweer. Of hij is doorgelopen. Maar een metertje kerende hoogte. Overdreven gedimensioneerd. En dat was geen nadeel. Daardoor durven we gewoon ook wat meer. Ja, je ziet hier, hè, dat staat een maatje 43. Ja, 2 schoenen naast elkaar kunnen erop. De collega die de scheur had gevonden, was niet heel erg moeilijk. De scheur even een gat in gegraven. Daar gaan we later een kleikistje in maken. Maar ja, hij is wel zo diep, 80 centimeter. Op zondagavond, na een bruiloft, kwam hij met het verhaal. Ja, en het zijn er geen 1 of 2, maar gewoon door de hele kering heen. En waar je dan natuurlijk bang voor bent, misschien kunnen we even stoppen, Kasper. Waar je dan bang voor bent, ja, de eerste keer dat je zoiets ziet van stel dat we nu hoog water krijgen, stel dat we, want er zit ook een oever bij, het is eigenlijk een schiereilandje met ook zuidwesterwind en hier de helft van het eiland had die scheuren en de andere helft niet. We kwamen erachter op een bepaald moment dat overal waar schapen liepen, hadden we scheuren en waar koeien liepen, hadden we geen scheuren. Kan toeval zijn, maar eerst het natuurlijk niet. Maar je komt daar eerst en je snapt het niet, want je hebt zoiets nog niet eerder gezien. En dan denk je wel inderdaad direct van, hey, zuidwesterwind, dan is deze kering wel het meest kwetsbaar. En dan denk je aan scheuren van 90 centimeter. Ja, dan hoeft het water misschien maar 30, 40 centimeter omhoog te komen. En dan loopt het water er doorheen. En dat is dan je worst case, dat je erosie krijgt onderin die scheur. En dat, het, ja, dat er gaten gaan vallen. Maar je kent die kering en die polder wel een beetje. Er zit een camping in, maar vrij hoog tegen de kering. Een boerderij maar. En 1 zinker naar Heeg. Met een groot gemaal. Ludolf. En dat zijn dan de leuke dingen. Of, ja, daar moet je dan direct naar kijken. Van, hey, dat is wel het grootste gevaar als je toch doorbreekt. Dat die via die zinker Heeg het water inloopt. Dat kon gelukkig met een plaat multiplex rond 500. Dus kun je daarvoor zetten. En zo peil je dan die gevaren af.
Maar toch binnen twee dagen later stond Wiertsema hier onderzoeken, pijlbuizen neer te zetten, bodemmonsters te trekken. Ja, we kunnen wel even door, Casper, met het verhaal. Ja, en twee dagen later Wiertsema BV aan het werk. Met elkaar geanalyseerd, Henk van Hemert gevraagd van, hé, wat moeten we hiermee? Hoe groot zijn de echte risico's? Later heb ik gelezen dat dit het domste is wat je kunt doen. Water, maar we wilden gewoon wel zien hoeveel water gaat erin. Misschien kunnen we even stoppen, Casper. Op één zo'n plek konden we drie, dat was hier, konden we drie van die giertanken, dus 18 kuub water weg. En dat hebben we niet weer gezien, tot het uiteindelijk hier helemaal onder eruit kwam via muizengangetjes. Maar dat duurde wel een half uur. Dus het beeld is, je ziet hier allemaal scheuren, maar er moet gewoon onder de grasmat gewoon, moeten heel veel scheuren zitten. Ja, in ieder geval 18 kuub scheuren. En ja, de poriën nemen natuurlijk ook water op. Wat hier hadden we dat kleikistje gegraven. Losse klei, wat we toevallig bij een project hadden liggen op een 3 kilometer. En met diezelfde giertank de klei erin gegooid, water erop, bewegen, dixotropie, wat een beetje vloeibaar en wordt dan dicht. Dus je zoekt wel direct naar methodes van hey, mocht die worst case zich wel voordoen, dan maak hem hier dicht, maak hem hier dicht, maak hem hier dicht. Gewoon dat er in ieder geval geen water door de kering heen kan. Hè? Van, stel dat water hier aan toe komt, ja, dan is dit een weg die het zou kunnen volgen. Misschien kunnen we door. Ook in de percelen had je hele grote. Ja, dit is nog steeds in de kering. Soms vallen er ook wiggen in. En later gaat die kering weer naar elkaar toe. En dan blijft die wiggen erin zitten. En dan knijpt die juist van onderen, knijpt die weer open. Ja, muizengang. Misschien kunnen we hier even stoppen, Kasper. Je ziet hem hier. Ja. 4 jaar geleden hadden we die muizenplaag. En je ziet een beetje die structuur van die muizengangen. Dat zijn gangetjes met allemaal schoorstenen. Die muizen willen om de 10, 20 centimeter willen die uit de gang om gras te eten. Dat zijn allemaal schoorsteentjes. Dus zo'n gang die droogt dat kleidek, die kleilaag op. Het is een kleilaag van misschien wat in het perceel. Hè? Van 15 centimeter dik. En dat in de droge tijd komt daar trekspanning op te zitten. Ja, en waar breekt hij het eerst? Ja, waar hij het droogste is, waar hij uitgedroogd is en waar hij ook al zwak is gemaakt door zo'n gangetje. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar we zagen wel op heel veel plekken gewoon dat de scheuren in de percelen vooral, dat begint met met muizengaten en muizengangen. En we zien straks, ja, precies hetzelfde beeld. Hè? Dus dat is interessant. En zo'n boer wordt daar ook niet heel erg blij van. In greppels, je denkt er gewoon een greppel, maar ook het greppel is natuurlijk weer een verzwakking in de kleilaag. Ja, je trekt de soden, of die is dan dichtgegroeid. Ja, ook 90 centimeter dik. Tot waar het vochtig wordt ongeveer. Want meestal grondwater zakt uit naar een meter ongeveer. Kun je hem stoppen? Ja, hier zie je gewoon, hè, muizengaten. Dus het volgt heel erg die structuur. Gewoon, ik zeg niet dat muizen de wortel voor alle kwaad zijn, maar toevallig spelen ze hier wel een rol. Wat een belangrijke andere rol is, sterke overbegrazing van schapen, superkorte grasmat, ja, dat helpt niet. Dat droogt de boel ook in. En de koeien zat netjes een elektriciteit, een draadje, dus die koeien kwamen niet op de kade, gras langer, werd alleen maar gemaaid. Ja, dat zijn allemaal wel dingen dat je denkt van, hey, het had anders gekund, maar daar kunnen we voor de volgende keer van leren. Misschien kunnen we doorkassen.
je loopt het in elkaar over, hè? De greppelscheur en de andere scheuren. Ja. En hier toevallig een wissel van schapen. Hupsakee, weer die scheur daardoor. Fascinerend. En grappig dat het andere perspectief van zo'n drone, dat je toch weer andere dingen laat zien. Dus dat was het filmpje. Wiertsema heeft grondonderzoek gedaan, want dat doe je natuurlijk. Je ziet wel dat het is op 2 kilometer van de 3000 kilometer die we hebben, is het zo erg. Dus het moet wel bijna aan het kadermateriaal liggen. Nou, wat is onze analyse? Wat blijkt? Een griezelig hoog lutumgehalte. Organisch gehalte van de klei ook boven de 25%. Maakt het ook scheurgevoelig. Onvoldoende gerijpt. Dat weet je nooit zeker, maar dat straalt het wel uit. Je probeert het te achterhalen waar de klei weggekomen is. En dan ontstaat er wel een beeld. Nou, het zou best kunnen dat het inderdaad onvoldoende gerijpt is. Te kort begraasd, muizen. Ja, en in de percelen. Je hebt een veensoort, veenmorsveen, dat is heel erg gelaagd. Telefoonboekenveen noemen we het wel, dat is laagje, laagje, laagje. Dat ligt eigenlijk als een soort linoleum, ligt dat, en daarbovenop ligt die kleilaag. Dus dat is een zwakke scheiding. Dus ja, dat breekt, dat maakt het heel snel breed. Maar dat is vooral het perceel. In de kering speelt het natuurlijk niet, maar in de kering spelen deze zaken allemaal wel. Oplossing. Ja, het eerste wat je doet, gewoon bepaal wel de echte risico's. En het blijkt gewoon ook tijdens het boren dat ongeveer op 80 centimeter was de grond al flink vochtig. Dus dat gaf ons wel het vertrouwen van als er water doorheen zou lopen, dat die erosie wel mee zou vallen. Hoe gaan we het oplossen? Het is ongeveer 2 kilometer. Die gaan we 1 keer helemaal frezen. Zetten we de gefreesde laag aan de kant. Nog een keer frezen, heb je dus 40 centimeter. En dan zetten we de oude, de geëerste frezen laag terug. Herprofileren we hem weer. Wellicht hoeven we nog een nieuwe theeladerlaag erop. En dan moet het, ja, dan is hij inmiddels wel goed gerijpt. En dan hebben we er wel vertrouwen in dat het niet terugkomt. Maar we laten gewoon ook als goede herinnering aan deze episode een paar stukken open. Want die scheuren, die staan, als je er nu komt, ziet het er eigenlijk nog behoorlijk zo uit. Gewoon. Die scheuren zijn niet dichtgetrokken. Sterker nog, door die droge zomer is de eerste 10 centimeter is het gras is gewoon afgestorven en is mos teruggekomen. Het beeld wat we ook hebben is dat de scheuren niet 100% nieuw zijn. Dat zijn dan beelden die je na de tijd krijgt. Wellicht zijn het scheuren die heel veel erger zijn geworden. Maar een deel van die scheuren kwamen er jaarlijks ook in terug. Een boer schrikt daar niet heel erg van. Die weet gewoon dat zijn perceel wat dat betreft kwetsbaar is. Zouden jullie dat doen? Jaap, jij zou dat nooit doen, 18 kuub water erin. Nee, dat is een interessant experiment. Ja, we hadden zoiets van, als het misgaat, dan repareren we hem wel in de zomer. We hebben een blokkade waarin je dit niet zou doen. Nee, Jaap heeft ja, als je wat wil zeggen, wacht even op de microfoon. Ja. Nou, en ja, ik vond hem toch wel heel leuk, hoor, dat kleikistje. Gewoon hele losse klei en inderdaad in beweging. Ik ben er wel van overtuigd dat een hele goede en snelle methode is om in geval van een storm die eraan komt en water er wel doorheen loopt, nou, om de boel te stoppen. En opmeten is van belang. Ja, en zo'n wig, ik zei het zo net al, die wig die zakt erin. Die kun je er toch maar beter uithalen, want nu trekt die naar elkaar toe. En dan die scheur, die wil daar niet dicht. En dan scheurt hij juist naar onder en scheurt hij open. Limburg. Niek, ik ben heel benieuwd, hoe kwam je van je muizen af? En hoe is dat nu met die muizen? Want jullie hadden toen ook die plaag net hier wat voor, nog volgens mij, ja. Hè? Ja. En Ja, ik heb nog een kwartiertje, denk ik. Daar heb ik nog een stuk presentatie over muizen. En je hebt verhalen met een happy end en een verhalen zonder happy end. Ja, maar ik heb dezelfde vraag op een gegeven moment als je de boel hersteld hebt. Ja. Hoe voorkom je dan dat er binnen de kortste keren weer geen muizen in zitten?
Ja, ik denk dat er zijn 5 oorzaken. En de muis is een van de oorzaken. Als je ervoor zorgt dat die boer, als er meer dan 100 mm neerslagtekort is, dat hij zijn schapen van de kering afhaalt en dat hij het niet zo kort houdt, dan heb je al heel wat opgelost. En het was niet gerijpte klei. Nou, reken er maar op dat hij nu inmiddels wel gerijpt is. Dus, we verwachten wel, nou ja, we houden hem in de gaten. En muizen, ik zal je laten zien, met bevloeien kun je muizen prima uit de kering houden. Misschien gaan we dat hier wel doen. Ja, daar komt de muis al. Even een opfrissertje. Dit was dus 4-5 jaar geleden. En heb ik jullie uitgelegd dat muizenplagen cyclus hebben van 4 jaar. Nou, daar houden ze zich keurig aan, want ze zijn dit jaar weer terug. Gewoon toch bijna, we hebben het over erosiebestendigheid. Ja, dat straalt het niet uit, Jaap. Maar toch, toen wel uitgelegd, we de brandvlammen opgezet en niet kapot te krijgen. Want de wortels die geven ook een groot stuk erosiebestendigheid. Ja, dat is zo'n muis die geconfronteerd wordt met bevloeien. Bevloeislang, hij moet naar buiten toe. Ja, dit beeld, hè. Gewoon ontzettend veel gaten. En ja, dat is toch wel, dat is wel een slecht gevoel, geeft dat. Uitgelegd dat we een early warning system hebben. Als er weinig muizen zijn, groen. Als het wat erger wordt, oranje, rood. Paniek in de tent. En ja, wellicht zitten we nu weer in deze fase. Duidelijk oranje. We hebben 2 polders waar we dat bijhouden. Nou, lagen, groen, blauw, geel, oranje. Dit is in 2017, dit is in 2016. 2017 was het ook al behoorlijk erg weer. En na 2018 is het bijna helemaal rood geworden. Dus, en hoe doe je dat? Een kadertje, loop je random door het perceel, parallel, diagonaal door een perceel. En je telt de muizengaten die bewoond zijn. En vrij simpel. Nou, hier zit je dan waarschijnlijk in een situatie die een rood stoplicht geeft. Een andere manier om een vinger aan de pols te houden. Een early warning system. Hou de uilen in de gaten. Bij de vorige plaag waren er meer dan 50 broedgevallen van veiltuilen. De jaren erop 0, 0, 0. En dit jaar komen ze weer terug. Veel minder dan de vorige plaag. Maar nu zijn er heel veel blauwe kiekendieven. We hebben nooit zoveel gezien. Ja, wat doen we er dan tegen? Ja, dit is een van, ja, dat is dan het mooie van, je doet het met boeren, grote groepen boeren. Dit is een slang van 350 meter, 40 millimeter, van materiaal wat boeren veel gebruiken. Heel robuust, gewapend zeil, tentdoek. En het geniale is dat ze dat op een haspel hebben van de sleepslang. Dus die 350 meter. En ze trekken zo'n slang echt in minder dan 5 minuten. Trekken ze het over een perceel. Hier heb je je akkertjes. Die boer die heeft een perceel, heeft greppelafstand van 40 meter. In één keer, hier zet hij de pomp neer, 350 meter uitgerold en daar gaat hij 20 kuub per minuut, pompt hij erin. Om de meter gaat 40 millimeter. Ja, een hele mooie manier van bevloeien. En dan eigenlijk meer dan een hectare prak je dan en ongeveer 2 uur en dan pak je de volgende akker. Wel super arbeidsintensief natuurlijk, maar wel effectief. En je haalt, deze zomer is dat toegepast. En de percelen waar dat gebeurd is, haalde de boer 5 tot 6 sneders van het gras.
En zonder 2, 2,5. Dus boeren zijn, die zien nu die combinatie en van de muizen af en in zo'n extreem droog jaar natuurlijk, dat gaan we niet vaak meemaken. Maar werkt het ook om de grasopbrengst goed te krijgen. En jouw verhaal, als we dat in de Van Ommenpolder en die slang, we hebben er nu inmiddels zelf met wetterskip ook eentje van 350 meter. Ja, blaas je de muizen eruit en je brengt de grasgroei ook direct op gang. Dus dat is wel een manier. Ja, en dit is een relatief dure methode. Het kost €4.000 voor zo'n slang. €10 per meter. Inventieve boeren hebben een met worteldoek. Op zich lekt dat een beetje door. Ook 300 meter worteldoek. Kost maar €1 de meter. Maar je moet hem wel eventjes €1 voor de zeil maken die het aan elkaar vastmaakt. En dan wordt weer geëxperimenteerd met doppen erop om de 4 meter. Of naden erin te knippen, een beetje versterkt. Er wordt veel gewilliworteldoekt, zeggen wij dan. Maar het is wel weer een methode en het is mooi. Gewoon boeren hebben meer dan 100.000 euro schade gehad. Dan ga je wel nadenken. En dat wij brengen als waterschap en provincie, proberen daar samen te werken. En tot werkende oplossingen te komen. Ja, voor mij was hij eerder, Jaap. Kun je zo'n slang ook op de waterkering leggen zonder dat het gevaar vormt voor de standzekerheid van je kering als je daar die slang aanzet? Ja, ik zou het wel durven. Sterker nog, je hebt het vorige week gedaan bij een bezwijkproef. Die willen we de dijk ook beregenen, dus verweken. Maar toen waaide die weg en is in een boom beland. En hebben we drie stukken moeten knippen. Dus dat was het enige gevaar. Maar het zijn grote hoeveelheden water. Je moet je kering niet weg. Nee, maar dat valt genoeg mee. Hey, Nieke, dan kreeg je zo'n dikke druppels regen, zeg. Ja. Maar op zich is ik heb nog een vraag over dat bevloeien. Ja. Die muizen die komen wel uit die gaatjes, maar als dat water weg is, kruip je toch weer net zo lekker terug? Nee, wat denk je dat hier binnen de 5 minuten, je zet hem aan en je hebt er op zijn minst 50 zilvermeeuwen en mantelmeeuwen. Oh, ja, en zonder meeuwen inderdaad werkt het niet, want dan gaat het. Maar er zijn in essentie 2 methodes, dat wilde ik nou even vertellen. Dit is de methode met de slang met openingen. Maar andere boeren zweren erbij. De trekkerpomp, de slang en gewoon maak maar een olievlek. En op dat moment gaat het veel sneller en dan kan een muis er niet tegenaan. Hij komt naar boven, hij kijkt op zich heen, begint zijn snorharen te poetsen. Ja, en dan, nou ja, dan daar komt de meeuw langs. Nee, maar dat is de ethische kant van dit verhaal. Het zijn sympathieke dieren, maar... Ja, en dit is een boer. Hier heeft Jan Noord zijn polyvalk liggen. Ja, zijn jachthaven. De boezem. De witte en zwarte brekken. Een afgesloten opvaart. Een landbouwweg. Dus eigenlijk is het soms het schiereiland van een 30 hectare. Percelen gewoon helemaal onder de muizen. En hier een nieuwe kering, ook onder de muizen, onder de scheuren. Wat heeft die boer gedaan? Die heeft deze methode gebruikt. Die is hier gewoon met zijn trekker gaan staan. En hier is het hoog, hè? Oranje is hoog, lichtgroen, donkergroen, blauw. Dus het water liep zo en heeft gewoon de koppen in het percelen gebruikt om en is daar 1,5 week bezig geweest. Dus vraag mij of ik heel erg optimistisch ben of we deze plaag kunnen keren met die bevloeisystematiek. Nou, ik denk, als je het ergens mee gaat lukken, is het daarmee. Maar eigenlijk ben ik niet heel erg optimistisch, want je merkt gewoon, ja, boeren hebben hier eigenlijk ook geen tijd voor. Hier moet je eigenlijk een neefje van 15 voor hebben, die je op de polder op de trekker zet. Nou, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft deze perceel ook aangepakt en die wil hij, en hij wil het zo dicht houden. Maar de buren hebben niks gedaan.
Ja, en deze olievlek, zo werkt het ook met muizen. Het gaat ook als een olievlek over de polder. En die oude gangen zitten er nog. We zullen zien of dit effectief is. Ja, dit is dan zo'n worteldoek oplossing. Boeren zijn inventief op het moment dat water erin staat en ze willen hem verplaatsen. Rijden ze er even met de kwad overheen, drukken ze het water eruit. En met de kwad verplaatsen ze hem naar de volgende akker. En ik denk dat, als je het doet, moet je de hele polder pakken. Dan begin je te denken, hè, dan zou je eigenlijk die ouderwetse polderbelangen terug moeten hebben. Nou, we hebben twee proefgebieden en dan hebben we die polderbelangen weer terug. En dan zeggen de mannen van sinds de muizenplaag komen we weer op bij de poppenslok. Dus als er weer een kind wordt geboren. En dat was voor de muizenplaag niet. Dus je krijgt wel weer, je hebt een gezamenlijk probleem en een gezamenlijke oplossing. Het gaat alleen maar lukken als je het gezamenlijk op kunt lossen. En het wetenschip werkt ook alleen maar mee. Want wij moeten stuwen omhoog zetten, zorgen dat het water komt, inladen openzetten. Dus wij helpen alleen maar als alle boeren tekenen dat ze het eens zijn met de methode. Wateraanvoerproblemen krijg je standaard. De waterhuishouding is niet bedoeld om water aan te voeren, maar vooral om af te voeren. Ja, en beregeningsverbod helpt niet. Dat is een probleem als je muizenplaag en een beregeningsverbod hebt. Geloof ik erin? Ja, veel inzet, veel organisatie. Als een van de 10 boeren die wat doet, dan werkt het absoluut niet. Kop in het zand steken helpt niet. Maar vorig jaar dacht ik eerlijk gezegd dat het toch weer los ging met de muizen. En in één keer eind maart waren ze in één keer weer allemaal weg. Dus er zit ook dan hebben de boeren die niks gedaan hebben gelijk gekregen. De worst case, ik zie nu ook heel veel boeren die zich zorgen maken, maar die geen actie ondernemen. En die hebben, daar hebben we het met elkaar over, van wat kun je dan het beste doen? Ja, dat is waarschijnlijk toch na de tweede snee. Dus zorgen dat je de hele polder tegelijk maait. En dan na de tweede snee, want dan merk je wel dat het weer mis is. Ja, dan massief met veel trekkerpompen en met een goed plan. En massief de boel aanpakken. Maar dat vraagt veel en wij als waterschap gaan het niet organiseren. Want dat beeld moeten we ook niet geven. Het is een probleem van de boeren. Boeren zijn primair probleemhouder. Ja, tegelijk hebben wij als wetenschap wel ook een belang. Want als je veel muizen hebt en geen grasgroei en wel er wordt mest geïnjecteerd. Dan heb je wellicht wel een waterkwaliteitprobleem op het moment dat het allemaal al die nutriënten uitspoelen. Nick, hoe hebben jullie gedacht over een natuurlijke oplossing? Want ik hoor jou zeggen, de kerkuil, die is overigens ook nog heel zeldzaam in Nederland. Dus als jullie hem hebben, dan ben je daarmee bevoorrecht, dat is uniek. Maar stimuleren jullie roofvogels? Of doe je iets extra om meer roofvogels, of in ieder geval natuurlijke predatoren te krijgen voor die muizen? En helpt dat dan als je dat al gedaan hebt? Want ik denk, de landschappen ook in Friesland zijn vrij grootschalig. Ja. Ik denk dat juist het kleinschalige zal helpen, want dan is er ook meer ruimte voor, ook daar voor meer diversiteit. Ja, nou, je eerste vraag, helpen predatoren? Ja, die helpen. Maar niet als je 30 miljoen muizen hebt. Dan werkt het niet meer. Maar wellicht in de voorfase wel. En wij hebben op de primaire kering van de Wadden, hebben we om de halve kilometer een torenvallenkast neergezet. En je ziet gewoon muizen, zie je gewoon clustertjes. En ik heb wel eens gezien dat de torenvalken, die vliegen dan clustertje per clustertje. En roofvogels blijken ook, die zien urine van muizen. Dat is een bepaalde bandbreedte geeft dat. En die kunnen dat onderscheiden. Dus ze zien heel goed welke muizengaten wel of niet bewoond zijn. En blijven daarboven hangen. Ja, ik ben er overtuigd, bij onze primaire kering heeft dat geholpen. Maar of je zo'n massieve plaag als in Friesland ermee tegenhoudt, dat betwijfel ik, maar tegelijk, het heeft wel met het hele systeem, het heeft met monocultuur te maken. Het heeft met extreem grote drooglegging te maken. Waar je de grootste drooglegging hebt, daar heb je ook de meeste muizen. Je hebt A-locaties, daar ontstaat het vaak. Dat is meestal bij de meest diep ontwaterde gedeeltes. Muizen houden van droge voeten. En dus monocultuur en diep ontwatering.
En prachtig. Ja, Engels haaigas houden ze wel van. En dus ja, de loper is wel uitgelegd. Maar dat systeem draaien niet zomaar om natuurlijk. En in 1930 hadden ze ook muizenplagen. Regelmatiger dan nu. Ik had nog een klein vraagje. Ik ben van de AMA's. Heb je wel eens gedacht om met tupeleum geurbuizen te werken? Ja, die hebben we inderdaad gezien. Ja, en dat werkte wel inderdaad. Nou, ik ben de jaren 4 geleden mee begonnen. We hebben goede resultaten, minder goede resultaten. Dus de NS is er ook mee begonnen. Die hebben ook over konijnen in die dijken zitten, waar de trein overheen rijdt. Ja. En misschien, ja, is dat met muizen heb ik het zelf niet gedaan, maar wel met konijnen. Ja. Dus misschien zou dat iets kunnen zijn. Ja, nou, hij is interessant en dat zou je wel bij zo van om een polder, een kwetsbare kering, zou je een aantal, hier hebben die buizen om de 200 meter of zo, hè? Juist. 300 meter. En dat zou kunnen werken, wat ook wel. Met, ze hebben een HWS-achtig materiaal, korrels, knoflookkorrels, werkt ook prima, lopen ze ook van weg en daar gaan ze dus niet dood van, maar daarna gaan ze naar het territorium van de buren, onrust en dat werkt ook. Misschien toch een idee om op een stuk van 100 bij 100 meter uit te proberen. Ja, precies. Nou, met die knoflook hadden we ook zoiets, het lijkt erop en dat werkt ook wel. Dus ja. Ik hoop niet dat we dit jaar weer moeten gaan experimenteren, maar dat is wel een optie. Ja. Zijn er nog meer vragen? Hoeveel tijd heb ik nog? Ja? Ja. Nou ja, dit is een heel uitzonderlijk beeld. Ja. Ah, jij zei net van, het is een probleem van de boeren. Kun je daar eens hard mee? Ja, de boeren, het is het boerenland. Ook de keringen van ons zijn in het beheer van de boeren. De boeren hebben 100.000 euro schade. Dus het is wel duidelijk wie de meeste schade heeft. Dat zijn, en degene die het meeste schade heeft, ja, niet dat hij er blij om moet zijn, maar die is wel primair probleemhouder. En daar is de landbouw het ook mee eens. Maar het wetterskip. Ja, die heeft eventueel waterkwaliteit, maar ook op de kering hebben we ook. Wij zijn beheerder van de kering, maar onze conclusie is dat onze analyse naar de vorige onderzoek is dat de erosiebestendigheid dat meeviel. Dus daar maken we ons eigenlijk niet zoveel zorgen over. Dus dat is voor ons een minder groot, minder urgent probleem. Maar we proberen het wel met z'n allen op te lossen, maar het is wel duidelijk. 80 miljoen euro schade in de landbouw en wij hadden minder dan een ton schade. Maar heb je het nu met name over primaire keringen of ook over regionale keringen? Beide. Onze primaire kering zat ik behoorlijk vol en wij hebben zo'n slang ook aangeschaft, vooral voor de primaire kering, want die willen we schoonhouden. Die zijn in eigendom van de boer. Nee, die slang, wij hebben één slang als wetterskip aangeschaft om onze primaire kering vrij van muizen te houden. Nee, want dat vinden we. Al onze primaire keringen zijn in onze. Nee, die beheren wij zelf. Dat is een andere situatie. Ja, maar we hebben ook regionale keringen en gelukkig zijn die in beheer van de boer. Ja, dat is klopt. Ja. Ja, deze in februari, maart. Kwam dit zo naar boven. Dit is heel uitzonderlijk. Dit uit Altenburg-Wieminga begeleidt ons. Dus al jongen die in januari zijn geboren. En dat was eigenlijk nog nooit voorgekomen. Ja, dat duidt er wel op dat populatiedynamica. Hè? De gekte slaat er bijna in. Dus, de populatiedynamica gaat op de brommer, zeggen ze dan. Nou ja, dit is een teken dat het wel weer verkeerd gaat. En het enige wat je moet hopen is. Is dat er een ziekte in komt. Ja, ik weet niet dat. Dat was het. Dus nog. Ik had ook nog een vraagje. Ik doe dus monitoren op Marken, de dijk. En dat is ook een kering. Die mensen die willen ook droge voeten houden. Want dat is wel eens een keer misgegaan. Wel even geleden. Maar die met dat water, dat zou dus moeten helpen. Dus. Dat werkt, zeg u. Ja. Want. Ik neem niet aan dat die van de boeren is. Dat is Rijkswaterstaat. Die bevloeislang? Nee, de dijk zelf. De dijk zelf, de primaire kering is van het wetterschip inderdaad. En die beheren we zelf. En die zorgen we ook wel. Daar hebben we nu wel vertrouwen in. Dat we die muizen vrij kunnen houden. Ja, juist. Dus wat dat betreft zijn we beter voorbereid dan 4 jaar geleden. Want toen hebben we
denk ik, 20.000 euro geïnvesteerd op muizenclusters. Hebben we nieuw grond aangebracht en weer nieuw ingezaaid. We hopen dat het dit jaar niet nodig is, maar wellicht zijn we alweer te laat. Maar wat was uw vraag? Nou, kijk, wij zitten met toch moeilijke begroeiing te krijgen daar. Ja. En er zitten heel veel muizen en ik heb een paar maanden rondgelopen om te prikken. En dan prikte ik ook tot een meter diep. Ja. Dus ja, hoe voorkom je dat, diezelfde situatie met droogte? Ja, nou, wij experimenteren met het bevloeien. Ik geloof daar wel in. En wij hebben ook een groot veenweideprogramma. CO2, hè, hoe droger het veen, hoe meer CO2 uitstoot. Dan gaan we nu ook experimenteren met bevloeien. Want dan trek je ook in een zomer je phreatische lijn omhoog. Ja. En waar je het bij beregening hebt, want beregenen kan natuurlijk ook prima bij jullie parkering. Gooi je er 30 mm op. Maar hier gooi je er bijna 100 op. Dus ja, het is wel massief. En eigenlijk minder arbeidsintensief. Dus ja, je moet niet overdrijven. Maar en je moet geen erosie opwekken. Maar als je dat in de zomer is, dat risico niet zo groot, ja. Dus, en het is wellicht ook een manier om dijk een beetje te verarmen, hè. Want er zullen best wel nutriënten uitspoelen. Nou, bedankt. Ja. Zijn er nog meer vragen? Wout, geloof jij in deze methode? Zou jij het toepassen? Want je kent de situatie in Friesland. Als jij de Van Ommen polder had gehad, hoe had jij het opgelost? Nou, ik denk dat je zegt dat het een goede methode is als iedereen meedoet. Ja. Dat je daarvan afhankelijk bent. En ja, dat is een beetje van hoe groot is de polder en hoe goed kent men elkaar en hoe goed gaat men met elkaar door de deur heen. Je kent de Friese een beetje, heb je er vertrouwen in? Ik heb iets in de genen zitten. Wout gelooft er niet in. Ja. Maar nog eventjes naar aanleiding van. Er was een studie van Deltares naar historische stormvloeden langs de noordelijke kust. Ja. Zowel de Groningse als de Friese zeedijken. En daar kwam onder andere uit dat die stormvloeden optraden in tijden van economische teruggang, met name na een oorlog, in combinatie met muizen. Ja. He, ja. Dus het is wel zeker zo dat ook voor de primaire waterkering enzovoort, dat die muizen dus echt ook wel een directe invloed kunnen hebben op het bezwijken. Ja. Dus dat vond ik nog wel een aparte mededeling. Ja, muizen gewoon. Wij hebben een flinke muizenplaag gehad 4 jaar geleden, maar we lazen in de literatuur dat ze in Spanje een plaag hebben gehad 20 keer het oppervlakte. En daar hebben ze geen water, dus daar zijn ze jaloers op nou ja, dat wij wel eventueel die wateroplossing zouden kunnen toepassen. Ik ben bang dat de tijd op is. Mocht dit bij jullie naar meer smaken, deze fantastische spreker, die komt op 5 juni als moderator, dan zit hij in mijn rol. Maar hij neemt, er zijn deskundigen van het adviesbureau waar hij ook gebruik van maakt. Er is iemand van Naturalis, iemand van de AMA's, Henk van Hemert van STOA. Dan is er weer een dier- en dijkendag. En er staan de kleine gravers centraal, niet de muizen, maar wel mollen, kreeften en ratten en zo. Mocht je dus belangstelling hebben voor Dier- en Dijkendag, ga naar STOA, Google op Dier- en Dijkendag, 5 juni. Daar kun je je aanmelden. Ik wil Niek het kerstpakket cadeau doen. Met hartelijk dank. Geef hem een warm applaus. APPLAUS